Oké, 15 HP, maar ja. Ik ben one-hitted. Woep! Ik heb een half hartje. Yo kijkers van de Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Skywars. We gaan vandaag weer lekker spelen. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk wat even op dat duimpje omhoog door iemand in de chat gooit. Like. En mensen zoiets hebben van like. Wat zeg jij nou? Dan gaat iemand zeggen, like pixel. En dan denk je van, wat zeg jij nou? Nou, like pixel. Mensen, welkom. Heb je er vandaag weer zin in? Klik natuurlijk wel eens even op dat duimpje omhoog bij een nieuw abonneer. Welkom. We spelen vandaag eens een keer die Skywars. Want de vorige keer toen ik natuurlijk Jake Paul was, won ik natuurlijk heel veel. Dus dat betekent, ik heb nog steeds Jake Paul. Of course. Ik bedoel, shout-out Team 10. Je weet zelf. Disney Channel Flow, boy, je weet, bla bla bla. Maar we zijn dus nu hier en skirt! Die is eraf. Maar de Disney Channel Flow Boy, je weet. We zien daar even iemand met Diamond Gear. We zagen er ook iemand met Diamond Gear. Ik ben nu al outgeared. Like, ik kom net op mid en ik zie gewoon dat ik nu al outgeared ben en alles erop en eraan. Ik ga me of course nu er lekker in mengen. Want dat kan allemaal. Het kan allemaal. Lalalala. Goed, zo vecht maar lekker met elkaar. Toe maar. Ga eraf. Jij moet. Jij bent een man met de fire. Oh, heel naar dit. Heel naar. Skirt. Oh, wat? Ik kreeg een... Wat? Nee, de flames! Hey, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik had al 3 keer dood moeten zijn in ieder geval. Dat was het eerste potje alweer. Het gaat alweer helemaal fantastisch, Not. Echt waar, ongelooflijk. Hoe krijg je überhaupt meteen fire respect op een zwaard? Like, wat moet je daar voor kit voor hebben? Dat kan natuurlijk... Ik weet niet welk kit je daarvoor moet hebben, maar het is wel fucking OP, though. En het is ook OP dat ik natuurlijk altijd meteen mensen zie met Enchanted Diamond Gear, dat je denkt van... Ja. Die daar. Die daar. Zo. En wat we dan gewoon genoemd mensen is. We nemen gewoon legit gewoon fire resistance in. Ik bedoel. Yo. We securen onszelf gewoon in dit geval met fire resistance. Want ik heb zoiets van. Het is hier gewoon levensgevaarlijk. Oké, we gaan door. Ik weet, ik kan nog verder enchanten mensen. Maar fuck dat. Ik heb daar geen zin in om te gaan. Hoi. Assader. Hoi. Ja, ik ga natuurlijk nu niet naar je toe. Dat snap je natuurlijk zelf ook wel. Wat denk je dan? Wat? Oké dan. Meneer met zijn freaking pickaxe. Wat denk je nou? Die... Boos. Like, really? Ik hang in de lucht. Als ik op dat fucking hout loop, hij mist letterlijk alles. Elk blokje wat hij gooit, mist hij. Ben ik in de lucht aan het springen, hang ik in de lucht van, we gaan er naartoe, tam tam, tam tam. Sneeuwbal. Oh, dat kan wel één sneeuw, twee sneeuw, boom, sneeuwbal en we zijn dood. Fucking hell. Het is wel werkelijk waar. Hun geleurvelig hoe ik altijd weer word gepest hier in Skywars. Het is on-freaking gelooflijk. We krijgen lekker de gear, we krijgen een bowry erbij. Lekker man, zoals Dylan zou zeggen. Zo. Oké dan, hebben we nog meer gear? Ja hoor. We hebben bijna weer full diamond, joh. Nice. Die zetten we even daar en we kunnen door, I guess. Ah, dat dacht ik wel. Wat heb je ingenomen waarschijnlijk? Ah, tuurlijk, je hebt iets van resistance ingenomen. Fijn, lekker man. Er komt nog iemand in je bek, man. Fucking hell. Oh my god. Waarom? Wat is het dat mensen allemaal op mij gaan altijd? Even serieus, mensen. Wat is serieus de fucking... weet ik veel wat, dat heel de tijd mensen op mij gaan? Voor de mensen die zeggen van, Duf, ze kunnen zien dat je een YouTuber ring bent. Ja, ze kunnen zien voor mij alleen met de D dat ik erin zit. Maar goed, je gaat niet elk potje D indrukken. Laten we zeggen dat sowieso deze 12 mensen 9 van 10 keer in Nederland zijn. Dus dan zouden ze me sowieso niet eens herkennen. Weet je, dus dat ze dat dan niet eens proberen. Ik weet het niet hoor, maar dat fucking Skywars, dat is echt gewoon een soort van bad curse hangt op mij. En het is werkelijk waar ongelooflijk. Maar ik snap nooit waarom altijd iedereen tegen mij gaat. En voor de mensen zeggen, dat is het doel van het spelletje. Ja, dat snap ik ook. Maar het is wel toevallig dat ze voor fuck's sake elke game om bij mij rondhangen, man. Jonge. Ze niks beters te doen hebben. Nou goed, nieuwe game, nieuwe kansen. We doen maar gewoon onze Diamond Helmet Shant met Protection 3, fuck it. Zo, hoppatee. Oké dan, we gaan het wederom proberen. We hebben geen consumables, we hebben voor de rest helemaal niks. Dus dat is super chill. Let's go, op naar het midden toe. Iemand met speed kill. Dus... Oh joh. Ga eraf dan. Hij heeft speed. Ja, zoals ik al zei, iemand met speed gaat er soms in killen. Ik ben gewoon echt... Ik ben echt helderziende wat dat betreft. Ik bedoel, ik zie gewoon in dat iemand met speed mij gaat killen en vervolgens ben ik dood. Echt, het is...
Het is omdat het prachtig is. Dat is echt, wauw. Ik begrijp het echt niet. Zo, komen door de tijd dat ik het opneem. Kappa in de middag. Dat is levensgevaarlijk voor Skywars. Dat is gewoon killing. Ik denk dat dat het is. Middag Skywars is gewoon killing. Nee, Duffy speelt te weinig. Hé, dat moet je niet zeggen, hè. Dat moet je niet zeggen. Ik speel hartstikke veel Skywars. Elke dag kappa. Frank. We gaan meteen eventjes... fuck it. Weet je, we doen gewoon even... Ah, fuck it. Ik wou eigenlijk zeggen, we doen leggings. Maar ik dacht van... We hebben nog zwaard erin zitten. Laten we maar gewoon nog zwaard doen dan. Kappa. Dat is gewoon misklik. We krijgen hier nog wat stuff. Hebben we nu een full setje? Ja, toch? Ja. There we go. Oké, nice. Deze doen we erbij. We nemen meteen weer een fire resistance in, want... Je weet het nooit. Terwijl... My dog is beautiful. Echt mensen hoor, ik bedoel, what the fuck, what the fuck. Daar zijn we weer in een nieuwe map, waar we het weer opnieuw gaan proberen. We zullen het wel zien. Ja, het lijkt wel alsof we gewoon fucking ranked scouts aan het spelen zijn, maar dat kan niet, want dat ligt down om zo maar te zeggen. Maar echt waar, deze mensen, hoe die aan het spelen zijn, dat is echt werkelijk waar insane. Dat is, Nee, ik begrijp het oprecht niet meer wat ze allemaal aan doen zijn, maar het zal me wel aan mij liggen sinds wanneer dat iedereen naar eiland rust. Ik zeg maar zo, ik weet niet wat ik meemaak. Ik weet gewoon echt niet wat ik meemaak. We hebben schoenen erbij, nice. We hebben ook een boog met flink wat pijltjes. Zit er iemand op mijn eiland of niet? Nog niet, kan ik iemand killen? Hoppatee, bam. Kan ik daar misschien iets gaan snipen? Kan ik daar iets snipen? Nee, oké, kan ik jou misschien killen? Kom op. 6 HP, tuurlijk heb je 6 HP, tuurlijk, dat is, dat, ja. Kijk hem joh, met zijn fucking gear. Oh, schoot mis, oh. Hoi. Ja, doe even snel een betere helm op. De protection 80.000 inmiddels. Die Blaze moet trouwens ook even dood daar. Fuck. Blaze gaat dood. Hoe kan ik die Blaze dan weer neer? Ah, natuurlijk gaat hij nou weer naar beneden toe. Fucking Blaze. Hey, ik heb hem gehit, hey, come on. Hey. Ga fucking dood, joh. You little motherfucker. Waar ga jij maar heen bouwen? Kom op, spring dan. Oh my god, ik moet wel naar het midden toe, I guess. Ik weet niet wat deze mannen doen, is mij solo. Ik moet hem gewoon killen. Let's go. Oké, there we go. Fucking eieren van je man, donder op. Heeft hij nou speed ingenomen of iets? Wat heeft hij ingenomen? Hij heeft in ieder geval iets ingenomen, ik weet niet wat, maar hij is in ieder geval wel dood. Oké, niet dat we hier iets aan gaan hebben, want... Dit is power, oh, dit is ook power 3. De man had verder helemaal niks. Ja, die heeft ons alleen maar HP naar beneden gebracht. En voor de rest, dan zit iemand daar met dik OP gear. Alles zoals je wellicht ziet. Dus hoe we dit gaan doen, ik heb werkelijk waar geen idee. Maar het wordt waarschijnlijk heel erg leuk. Hoi. Hoi. Auw. Oké, 15 HP, maar ja. Ik ben one-hitted. Woep. Ik heb een half hartje. Hoe de hel? Want ik ga ook meteen door naar een volgende game. Ik heb niet zo'n haar. Nou ja, maakt het helemaal niet uit. Maar een half hartje. Kijk, of ik nou een pijl krijg of niet. Kijk, ik ging sowieso dood. Alleen dat ik dan legit dood ga doordat ik naar beneden flikker. Het is toch werkelijk waar insane. Dit is... Ja. Het is gewoon een sad peppen moment dit. Dit is gewoon echt gewoon sad peppen. Dus mag ik een sad peppen in de chat alsjeblieft? Kom op zeg. In de reactie. Je mag gewoon sad peppen neerzetten. Dit is gewoon... Dit is gewoon zielig voor mij dit. Oké? Dit is gewoon zielig. Dit is gewoon... Dat je denkt van... Support your boy. Terwijl iemand daar nu ook weer op het midden hangt. Jee, mag zeggen. Die had al gewoon dik diamond gear. Hangt hij ook nog op het midden toe. Tuurlijk. Onfucking gelooflijk. Nou, let's go. Let's go. Zijn we er al? Nee, nog steeds niet. Oké, we zijn lekker langzaam weer zoals gewoonlijk. Fucking hell. En we zijn er. Oké. Ik schrok eventjes, want ik had geen... dingetje meer. Ben ik gewoon via hier? Wacht, kon ik ook vanaf mijn eiland daar naartoe? Een soort van, kinda, iets. Oké, er is hier lava neergezet. Hoi. Jongens, jongens! Wat is hier gaande? Haha! Only one will survive. En dat is in dit geval... Het is Duffy. Ja, het is Duffy. Hij wil... Ah! No! Mensen, ga lekker naar de lobby toe. Ik kan eigenlijk maar één ding zeggen, dat is, ik geloof het eigenlijk wel. Ik bedoel, de amount of bad luck wat ik heb terwijl ik gewoon serieus wil spelen is werkelijk waar insane. Ik bedoel, I don't give a fuck, ik weet veel.
Mensen, enorm bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Skywars. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op de Vimeer, mijn tweede kanaal. En mensen, tot morgen.